Een emotioneel weerzien met familie vanochtend op Schiphol. Ongedeerd, maar hevig geschrokken komen deze Limburgse vakantiegangers terug uit Tunesië. We waren net een half uurtje bij het zwembad. Toen moesten terroristen allemaal naar binnen, naar binnen, naar binnen. Het was best heel erg eng door. Een onbekend aantal Limburgers was tijdens de aanslag vlakbij. Onder hen ook Sittardenaar John Wagemans en zijn vrouw. Ik hoorde gelijk van dat is geen vuurwerk. Dat was een pam, 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 alleen maar knallen, knallen, knallen. Enkele tientallen meters verderop vallen op dat moment 39 doden. In koele bloeden neergeschoten tijdens de aanslag die is opgeëist door IS. Eigenlijk zouden John en zijn vrouw pas dinsdag terugkomen. De terugreis is vanwege de aanslag vervroegd. Gisteravond wisten ze nog niet of een eerdere terugvlucht mogelijk was. Ik zit hier in een hotelletje en we worden afgesloten van alles. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik weet ook niet hoe ik vanavond zal reageren als er iemand voor me staat die zegt van je mag naar huis. Dus ik denk toch dat ik mijn koffertjes pak en gewoon naar huis kom. Deze mensen zijn dus alweer terug in Nederland, maar nog altijd hevig ontdaan van wat ze hebben meegemaakt. Het was gewoon een film. Het was eng. Want we zaten op de derde etage en er kwamen andere mensen. Aan de andere kant van het hotel, die kwamen naar bij ons op de kamer zitten. Die waren waar komen die vandaan, joh? Syrië. Die durfden niet met de andere kant gaan. Nee, die mochten niet. En die mochten, ze mochten niet en ze hadden gewoon angst. Het was gewoon net bommen. Drie flinke inslagen en dan worden het knetteren van geweren en zo het allemaal. Het was best heel erg griezelig, hoor. Was echt eng, ja. 10 van de 39 slachtoffers zijn inmiddels geïdentificeerd. Onder hen zijn geen Nederlanders.